door weer en wind. Weer op weg voor het Nationaal Reumafonds. Voor alle reumapatiënten in Nederland. Jong en oud. Jong? Jazeker. Reuma is niet alleen voor de ouderdom. Ook in de jeugdjaren kan reuma binnensluipen en zijn geniepig werk doen. Gelukkig is jeugdreuma nu goed te behandelen. Dankzij de huidige methoden en medicijnen kan het proces al in een vroeg stadium gestopt worden en de ziekte gekeerd. Vaak zijn er zelfs geen blijvende gevolgen. Was dat niet zo. Toen kon reuma zijn gang gaan en een mensenleven verwoesten voordat het goed en wel begonnen was. Met de rolstoel als eindstation. Reuma is een ziekte die pijn doet en die de gewrichten kapot maakt. Die stil maakt en eenzaam. Dat is reuma. Reuma is wijdverspreid en in vele vormen. Reumatische klachten hebben de meeste van ons wel eens. Meestal gaan die klachten vanzelf weer over. Maar bij 300.000 Nederlanders nestelt reuma zich voorgoed. In de knieën, de heupen, de handen, de nek. En knaagt daar de levenslust weg. Want een mens is gemaakt om te bewegen. Wetenschappelijk onderzoek speurt naar een afdoende geneeswijze. Nog is die er niet. Nog moeten te veel reuma-patiënten veroordeeld worden tot de rolstoel. Stilstand is achteruitgang. En daarom moet er geoefend blijven worden. Dat gaat makkelijker in het water. Soms is een operatie de enige oplossing. Een operatie waarbij het kapotte gewricht vervangen wordt door een kunstgewricht. De enige oplossing om uit de rolstoel te komen en om weer de eerste stappen te doen. Onwennig en voorzichtig, maar zonder pijn. Zonder pijn. Maar reuma is niet bij iedereen hetzelfde. Soms blijf je invalide en blijf je voor je bewegingsvrijheid aangewezen op de rolstoel. De hele dag binnenzitten is immers geen leven. De wind op je gezicht te voelen. Het koud te hebben omdat het winter is. Buiten te zijn als iedereen. En je zo vrij te voelen als een vogel. Wat denkt en ziet en voelt een mens als hij zich niet meer bewegen kan? Te gaan en te staan waar je wilt. Te ontvluchten aan de stilte die echt pijn doet. Dat is toch niet te veel gevraagd. Reuma-patiënten kunnen niet zoveel en kunnen bijna nergens naartoe, omdat er bijna nergens op hun rolstoelen en op hun problemen gerekend is. De enige mogelijkheid om er eens echt uit te zijn is één keer per jaar een aangepaste vakantie. Eén keer per jaar net te kunnen doen alsof er niets aan de hand is. Alsof je er ook bij hoort, net als iedereen. Al die dingen moeten betaald worden. Die aangepaste vakanties, die rolstoelen, die aangepaste huizen, die extra voorzieningen, dat wetenschappelijk onderzoek. Dat kost allemaal geld. Dat wordt betaald door het Nationaal Reumafonds. Want het Nationaal Reumafonds wil al die patiënten op de been houden. Daarom gaan duizenden collectanten deze week weer op weg. Door weer en wind. Geef. Of stort op Giro 324 van het Nationaal Reumafonds. Dat is toch niet te veel gevraagd? En dan kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met Socutera, Noordeinde 39 2514 GC Den Haag, telefoon 070 64 70 70.